Yo kijkers van Shadox, mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met de nieuwe Fulham FC carrière mode. Ja, hetzelfde geldt voor deze serie. Het is een aantal maanden heeft het stilgelegen. Maar we zijn dus officieel terug. Ik ga proberen dit één keer per week te doen. Af en toe komen er wel achteraf afleveringen. Dat wil ik wel gaan doen. Ik wil dus achteraf afleveringen toe gaan passen. Waarom? Omdat FIFA 21 eraan komt. En we hebben nog twee series die we af moeten maken. En dat is een heel gedoe. Dus ik ga wel af en toe wat achteraf afleveringen doen. Als je niet weet wat achteraf afleveringen zijn, dan zeg maar dat ik heel veel wedstrijden in één aflevering speel. En er achteraf commentaar over geef en niet live. Dus vandaar. In ieder geval, we zijn terug met Fulham. Op dit moment, we staan op dit moment op de derde plek met één wedstrijd gespeeld, 3 punten. Dat was die 3-0 tegen Bournemouth, waar Salahu en de mensen samen een mooi doelpunt hadden gecreëerd. Met de mensen met assist en Salahu met het doelpunt. En dit is dus onze Cupfighter team, dus de wissels, onder 23 team. En ons standaard Fulham team, dus gewoon ons basis team om zo maar te zeggen. Jullie kunnen mijn verlichting soms anders zien, ik heb een paar kleurlichten aanstaan, want deze webcam is ineens wazig of zo. Geen idee hoe dit kan. Maakt niet uit. We gaan gewoon niet te veel druk over maken. Want daar is nu geen tijd voor. Als FIFA 21 komt, dan is het weer een ander verhaal natuurlijk. Maar in het echt is Anthony Robinson is dus bij Fulham gekomen. En ik wil hem ook gaan halen. Want hij in het echt bij Fulham zit. Is toch leuk om hem nu ook te halen in deze career mode. Dus dat gaan we gewoon proberen. We gaan hem proberen te halen. Hij staat in ieder geval al wel in de thumbnail. Want die heb ik al gemaakt. Zal ik hem nou halen of niet? Hij staat er in ieder geval in. Oké, heel leuk. We gaan hem gewoon proberen te halen. We gaan hem misschien ruilen met iemand. Want we hebben echt twee best wel goede linksbacks. Tenminste, we hebben dan Joe Bryan en we hebben Sessegnon, joh. En dat is heel zonde om Anthony Robinson dan niet te gebruiken. Dus we gaan kijken of we hem kunnen wisselen met iemand die we toch niet gaan gebruiken. En dan zie ik jullie zo of het gelukt is of niet. Oké, we hebben Anthony Robinson dus binnen. De snelle back komt voor 8,7 miljoen plus Luca Della Torre. Die hebben dus in de ruildeal betrokken. En nu is Robinson de hele snelle back. Is dus Fulham gejoined. Hij gaat vooral bij het wisselteam zitten. Want het basisteam is natuurlijk Sessegnon. Want wat we altijd kunnen doen. Maar Cavalero die gaat misschien nog weg. Dat weten we. Dan kunnen we altijd Sessegnon naar boven schuiven. Dan kunnen we Robinson of die andere Bryan. Die kunnen we natuurlijk hier zetten. Dus dat is een beetje wat ik wil gaan doen. Ik hoop dat Cavalero nog een leuk bot op hem komt. Zo niet. Ja dan niet. Zo simpel is het natuurlijk. Dus hier gaan wij natuurlijk Robinson zetten. En dan zetten wij hier zetten wij gewoon. Ik weet hij kan het niet. Want het is eigenlijk een linksback. Maar toch ga ik hem daar zetten. Waar staat hij? Even kijken. Waar staat hij nou? Kijk er nou zo overheen. Of staat hij op de bank? Ah, hij staat op de bank. Joe Bryan gaat dus center spelen. Zijn verdediging. Ja. Weet je. Het moet maar. Het moet maar. We hebben gewoon geen plek. We hebben dus 3 linksbacks nu. Dus dat is niet helemaal goed nagedacht van mij. Ik wist dit. Ik vertelde het namelijk net ook tegen jullie. Maar dat komt omdat ik misschien Sessegnon als linksbuiten wil gaan gebruiken. En dan Cavalero ja, hopelijk verkopen. Want hij staat niet te koop. Maar er zijn dan wel wat biedingen op hem geweest. Misschien ging hij nog weg. Ik heb geen idee meer waar we gebleven waren. Dus ja, jullie zien maar weer als er iets spannends op het pad komt. Oké, dit was ik dus helemaal vergeten. Maar Josh Onoma is dus naar Burnley voor 5,1 miljoen. Is redelijk veel. Hij heeft niet veel gespeeld. Ja, veel succes bij Burnley. En we hebben ook een inleenaanbod voor Souza. En die mag van mij vertrekken naar Turkije voor een jaar. Hopelijk kan hij zich daar verder ontwikkelen. En misschien in de toekomst wel de eerste keeper worden bij Fulham. We gaan het allemaal meemaken. Misschien trouwens niet tot FIFA 21 natuurlijk. Maar weet je, we kijken wel hoe ver we komen. In ieder geval, Josh Onoma is dus weg. Dus is Fernandes de vervanger op die plek. Prima, prima. Oké, Opoku kan wel officieel vertrekken. Het is natuurlijk een linksback die ook centerback kan. Maar ja, weet je, hij is 21, 67 algemeen. We hebben al 3 links, of tenminste 2 linksbacks. En Sessegnon die dus linksback staat. Dus eigenlijk 3 als je zo bekijkt. En op de centerback hebben wij gewoon misschien binnenkort een nieuwe nodig. Want we hebben nu natuurlijk Ayer en Touanzebe. Maar achter de hand hebben wij alleen Sessegnon. En dat is niet echt een centerback. Maar we kunnen desnoods Gardner of zo er ook zetten. Dus in principe is het geen probleem. Maar Papadopoulos hebben we natuurlijk ook nog. Dat was ik even vergeten. Robinson ga ik wel op de bank zetten in plaats van Bryan. Want Robinson is toch wel leuk om te gebruiken. Denk aan Joe Bryan. Maar in ieder geval. We gaan allemaal gewoon lekker veel speel. Dat krijgen we gewoon lekker ons best doen. En zo meteen de wedstrijd tegen Brighton op ons pad. Ik ga de opstelling klaarzetten. En dan let's go. Alright. Brighton over Albion. Tegen Fulham. Een uitwedstrijd voor ons. Kunnen wij deze wedstrijd weer de 3 punten pakken? Want dan willen we natuurlijk voor het linker rijtje gaan. Ja, weet je, het kan best wel onmogelijk zijn. Maar ook weer niet. We gaan gewoon proberen een beetje middenmoot te eindigen dit seizoen. En ja, dan kunnen we daarna het seizoen erop verder kijken. Het is hopen dat we niet tegen degradatievoetbal vechten. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat we gewoon middenmoot kunnen meestrijden. Maar dat gaan we natuurlijk zien hoe het gaat. Eduard
legend. Nieuwe spits moet Mitrovic vervangen, die we dus voor 50 miljoen verkocht hebben. Daarbij hebben we dus voor 85 miljoen aan nieuwe spelers gekocht. Er zijn natuurlijk ook wel andere spelers weggegaan. Maar jullie zien zo de line-ups. Oké, laten we meteen gaan beginnen. Natuurlijk, Ronaldo is nog steeds onze manager. En ja, kijken of we met het Ronaldo voetbal van Brighton kunnen winnen. Recessio's linksback loopt mee op. Hier is Ivan Cavallero. Terug op Sessegnon. Die loopt... die neemt het niet goed mee. Zonde. Oh nee, hier is Brighton. Maupai legt hem terug op Theo. Ja. Oh, redding van de keeper. Blijf opletten. Wat doet hij? Oké, Boutspel. Wat een kans voor Brighton. Dat was bijna de 1-0. Hele goede redding van onze Luis Maximiliano. Maximiano bedoel ik. Maar ja. Hier is Rick Karsdorp aan de zijkant. Legt het terug op Gross. Geeft ervoor. Wat een spanning, jongens. Wat een spanning. Het is bijna rust. Fluit maar afscheid. Oké. Het gaat niet heel best. Oh, twee grote kansen voor Brighton. Wij hebben een paar kleine kansen gehad. Een schot van afstand in de handen van de keeper en zo. Het gaat niet lekker. Het gaat echt niet lekker. Ik ga natuurlijk nog niet wisselen, maar er moet wel wat veranderen. Kom op. Hier is Trossard. Goed verdedigd. Dit is geen vrije trap, scheids. Het is geen vrije trap, hè. Oh, 55 minuten. Het gaat nog steeds niet lekker. Ik ga zo meteen wisselen naar deze vrije trap, denk. Want er moet wat vervangen worden. Goede redding van de keeper alweer. Wederom. Oh, wat gaan we doen? Wat is verstandig. Salah, die kan nog wel eens wat brengen. In plaats van Cavallero, die niet sterke wedstrijd speelt. Dat is zonde, want ja, hij moet natuurlijk zelf in de schijnwerper spelen. Want we willen eigenlijk van hem af. Ook in die hij is niet slecht, maar weet je, voor een mooi bot mag hij vertrekken. Willen jullie trouwens ook weer dat ik de challenges ga oppakken? Want dan natuurlijk challenges voordat ik gestopt was. Moet ik die weer gaan oppakken? Moet ik de storyline weer gaan oppakken? Moet ik alles weer gaan oppakken? De storyline hou ik wel een beetje erin. Moet ik hem helemaal weer gaan oppakken? Laat het weten. Daar ben ik wel benieuwd naar. En Robinson zijn debuut gaan we geven. En dan doen we Sessegnon naar het middenveld. Of dat doen we zo, denk ik. Ik denk dat we het zo gaan doen. Sessegnon linksbuiten, Salahu midden. En Robinson, snelle back die mee kan oplopen. Dus linksachter. Kom op. Oh nee, is Brighton weer. Ja. Oh, buitenspel. Oh, wat geluk. Wat een geluk weer. We spelen echt heel slecht. Brighton speelt gewoon heel goed. Misschien is dat het. Hier is Christian Theo. Robinson loopt er alleen. Ja, die komen niet zomaar voorbij. Helaas is het wel een corner voor hun. Want de corners zijn gevaarlijk. Aangezien we niet zulke grote koppers hebben bij ons in het team. Maar we hebben wel een keeper die hem weg stond. Die stond recht in handen. Oef, weg. Weg. Zo, wat gebeurt hier allemaal, jongens? Komt de counter nu. Adam Armstrong, kom op. Je bent sneller. Is dit dan het moment? Adam Armstrong is alleen. Verre hoek. Yes! Yes! Ja, jij mag dat doen. Jij mag de Ronaldo celebration doen. Voor Ronaldo natuurlijk, omdat Ronaldo de trainer is. Wat een counter. Brighton is veel beter. De eerste echte kanswedstrijd. En Adam Armstrong doet het. Wat een goal. Wat een goal. Wat een feeling, jongens. Die komen zo goed weg, hè. Allemaal gepruts achterin. De keeper die de bal niet wegkrijgt. Ayer, die het over zich goed houdt. Goed rust bewaart. En Adam Armstrong wegstuurt. Die natuurlijk enorm snel is. Cristiano Armstrong. Dus Eduard. Rust bewaren, goed. Naar Anthony Robinson. Hier is Salahu. Terug naar Eduard, goed. Eduard, actie. Dat lukt. Terug naar binnen, terug naar Salahu. Salahu, schieten. Oké, 0-2. De wedstrijd is klaar. Klaar. Na de 0-1 van ons was Brighton het helemaal kwijt. En konden wij weer rustig voetballen. En zo ziet we tikken er goed onderuit. En Salahu, het jonge talent. 17 jaar, pas in 17 jaar. Heeft dus een challenge. Ik weet niet of die challenge door gaat zetten. Maar als ik er even allemaal mee berekenen. Dat Adam Armstrong. In ieder geval dat Salahu dus weer een doelpunt heeft. Ja, mooi doelpunt als nummer 7. Gaan we dit seizoen vaak zien, jongens. Gaan we dit seizoen echt vaak zien. Oké,
Uiteindelijk hebben we toch gewonnen 0-2, terwijl Brighton wel beter was. Maar het gaat natuurlijk om 3 punten. Het was niet het beste voetbal. Maar ja, gouden wissel misschien wel met Salahu. Goede wedstrijd, tenminste een goede wedstrijd niet, maar goede 3 punten. Laat daarop houden. Oké, jongens, dit is misschien niet de langste aflevering, maar de volgende aflevering gaat een achteraf aflevering worden. Dan gaan we een aantal wedstrijden spelen. Dus tegen Wolves, in de beker, tegen de Carabao Cup, tegen Chelsea, tegen Everton. En dan gaan we Southampton, Nottingham Forest en City spelen. Misschien dat we nog een paar wedstrijden in oktober meepakken. Dat is de achteraf aflevering, dus volgende week. Ja, volgende aflevering, ik weet niet precies wanneer die komt. Is dus een achterafaflevering. We hebben 1 wedstrijd gespeeld. We hebben een nieuwe transfer gedaan deze aflevering. Het is toch wel weer productief geweest. Maar ik wil toch echt even snel weten. Vandaar dat ik maar 1 wedstrijd doe. Moet ik doorgaan met de challenges? Moet ik doorgaan met de storyline? Moet ik overal mee doorgaan? Laat het weten. Laat het hier achter. Laat ook allemaal even een like achter. Abonneer als jullie nieuw zijn. Zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.